Dus niet iets zeg waar je lidmaatschap op hebt. We zijn allemaal anders, maar we zijn wel allemaal normaal. Ik weet niet eens hoe ik zou zijn, hoe ik mijzelf zou zijn als die normen er niet zouden zijn. En ik zou het wel heel graag willen weten. Ik denk dat je als persoon bestaat uit iemand met heel erg veel identiteit en dat het een het ander niet uitsluit. Als we een koningin hebben, dan eerst nog even een drag queen. Wat er allemaal aan vooraf kan zijn gegaan om achter de kinderwagen te lopen, dat is ook iets wat bij die Pride hoort. Ik ben Sophie, transvrouw, queer, zachte G, in Utrecht en GroenLinkser. Ik ben Erwin Virginia, ik ben dierenliefhebber, ik ben veganist, ik ben Utrechter, ik ben Curaçaomenaar. Heb ik ze gehad? Ik ben Jade, ik ben 18 en ik ben Limburger. Ik ben progressief, ik ben feminist, ik ben queer en ik zie mezelf graag als open-minded. Ik denk dat identiteit gewoon zijn betekent. Het is iets onontkoombaars wat je mee hebt gekregen van geboorte of gewoon op je is gegroeid of uit je is gekomen. Wat er gewoon is. Ja, ik denk dat je als persoon bestaat uit iemand met heel erg veel identiteit en dat het een het ander niet uitsluit, zeg maar. Ik kan queer zijn, ik kan dit zijn, maar ik kan ook gelovig en queer zijn, bij wijze van spreken. Dus dat het heel erg belangrijk is dat je mensen al die identiteiten laat hebben en ook laat ontarmen. Het hoort bij je, het is onlosmakelijk met je verbonden, maar het is ook wel iets wat je zelf wil zijn. Want volgens mij is identiteit wel uit jezelf en niet wat iemand op je plakt. Ja, je gaat er zelf over. Je gaat er zelf over, ja. Ja, best wel, want ik ben natuurlijk niet westers en dat zien mensen. En ik zie mezelf wel als, zeg maar, volwaardig Nederlander. En natuurlijk alle andere identiteiten die ik omarm. Maar ik word er wel vaak gewoon mee geconfronteerd dat andere mensen mij dat niet zo zullen zien of anders over mij denken of vooroordelen klaar hebben liggen. En ik heb er niet een enorm probleem mee. Maar als het zich opstapelt en zo, dan ga je op een gegeven moment wel meer je zorgen maken of je afvragen van, oh, ben ik eigenlijk wel de persoon die in dat hokje past of zo? Dus ik denk wel dat ik daar altijd best wel bewust mee bezig ben moeten zijn. Gewoon omdat ik er niet echt omheen kon. Ik kan me dat wel heel goed voorstellen, dat zo is. Dat je uiteindelijk zoveel mensen met jouw identiteit zich bezighouden, dat het niet meer als iets van jezelf voelt. Als transvrouw zie ik nu ook rond het recht van transpersonen, dat zogenaamde feministen zich uitspreken over wie wel en niet vrouw is. Ja, dan je wil er niet mee bezig zijn, maar je moet je daar toch tegenaf zetten. Dus dan ga je er, ja, ik als activiste, moet daar wel mee bezig zijn, want anders gaan andere mensen mee aan de haal. Dan moet je toch voor jezelf opkomen, dat helaas niet genoeg andere mensen dat doen. Het is niet iets zeg waar je lidmaatschap op hebt of zo. Contributie betalen. Nee, dus ik denk, je leeft jezelf als persoon iedere dag en dat draag je bij je als je identiteit. Dus ik zou wel zeggen dat ik het omarm, dus daar ook actief mee bezig ben. Ik denk dat als je jezelf gewoon zo identificeert en jezelf kan accepteren, dat je er 24/7 bij hoort, eigenlijk. Inderdaad, je hebt een band. Maar het is ook niet zo dat iedereen tot, ja, je wordt in een community geplaatst, maar je kan wel heel verschillend denken over zaken. En zeker als je bijvoorbeeld in de politiek zit, elke politieke stroming heeft wel iemand die tot de gemeenschap behoort. Ja. Maar dat maakt je nog niet, behalve dan inderdaad het feit dat je tot de LHBTIQ+ gemeenschap hoort, dan heb je nog niet per se het gemeenschapsgevoel. Maar ik heb wel, je begon met de Pride maand, ik vind dat altijd wel een mooie maand. Ja, helaas hebben we dit jaar dan weer niet de Canal Pride gehad. Maar een moment waarbij het centraal staat, waarbij de hele wereld, of in ieder geval de hele stad of het hele land, ziet en kan genieten van, hey, er is iets aan de hand en er is een groep waar extra aandacht aan moet worden besteed. En dat is dan de community. Ik merk wel dat ik bijvoorbeeld zelf heel erg veel vrienden heb die ook LHBTI+ zijn.
omdat je gewoon een soort van elkaar kan ontmoeten op dat punt. Ik kan bijvoorbeeld bij familie soms niet altijd even makkelijk over queer onderwerpen hebben, omdat zij de taal gewoon niet beheersen. En met elkaar heb je het er wel over. En je kan elkaar gewoon ook bij hele leuke dingen tegenkomen, zoals Pride Parades of als ik op Instagram ga en dan allemaal accounts volg van transgender ouders, bijvoorbeeld trans mannen met baby's, daar word ik gewoon zo super blij van. Dat is ook gewoon gemeenschap. Je lift each other up. Dat hoef je niet eens actief te doen, maar gewoon doordat er mensen zo zichtbaar zijn, ja, gebeurt dat gewoon. Er zijn natuurlijk wel eens vreemdelingen op straat of zo. Of dat ik bij vreemden thuis ben en dat ze meteen heel erg happen of vragen naar mijn identiteit als Aziat. Maar ik ben zelf geadopteerd. Dus ik identificeer mij eigenlijk meer als Nederlander dan met mijn Aziatische achtergrond. Maar dat is voor heel erg veel mensen gewoon heel moeilijk te bevatten, omdat zij alleen maar mij van buiten zien en mij zien als niet-witte Nederlander. En dat is dus wel jammer om mee geconfronteerd te worden. Maar ik denk dat het dus daarom heel belangrijk is om er een soort van vrede mee te kunnen vinden. Van oké, het kan dat mensen mij altijd zo zullen blijven zien, maar ik weet zelf beter. Ik weet zelf hoe ik mij voel en dat ik hier gewoon thuis hoor en zo. En misschien heeft u dat ook wel. Jij, u. De generatie, zeg maar, hier alsjeblieft. Ja, het komt voor. Het hangt van de setting af. Ja, inderdaad, wat je zegt, de buitenkant neem je overal mee. En dat is het eerste wat mensen zien. Mm-hmm. En als je je mond open doet, dan volgt het volgende. Zoals de opmerking, god, wat spreek jij goed Nederlands. Dat soort dingen. Het komt voor, maar gelukkig niet heel vaak. En het heeft er ook mee te maken, precies, je laat het van je afglijden. Je bent wie je bent. Vanuit je eigen kracht denk je van ja, ik ben de kleur, maar ik ben veel meer. Ja, precies. Ja. Ik vertel niet iedereen van, hey, ik ben trans of zo. Kijk, mensen kunnen natuurlijk mee googlen en dan weten ze het. Maar zoals jullie, die situatie, die ken ik niet dat mensen er zomaar over beginnen. Als mensen weten dat ik trans ben, dan zullen ze er eerder met mijn vrouw over hebben dan met mij, omdat ze bang zijn om dingen verkeerd te zeggen. En ik denk dat sommige mensen gewoon wat vaker inderdaad bang mogen zijn om wat verkeerd te zeggen, ook bij andere groepen. Alleen wat ik ben bij jou ook wel, tenminste niet jouw persoon, maar op een gegeven moment toen kwamen we in de raad. En ik was altijd alert op van ja, als voorbeeld twee trans vrouwen, D66 natuurlijk ook, in de raad is heel mooi. Maar het zijn wel twee mensen die meer zijn dan alleen trans vrouwen. Dus wat net gereduceerd, ik kreeg soms wel in de media het idee van, er wordt niet naar de Sophie als mens gekeken, maar Sophie met het stempel transvrouw. Terwijl ja, wij maken elkaar natuurlijk veel meer mee. En dan denk ik, ze is echt veel meer dan mens. En dat het beeld naar buiten toe, inderdaad, ze zien het niet aan je uit, maar ze weten dat het was bekend. Dan denk ik van ja, maar ze staat wel ergens voor. Ze is GroenLinks. Ze heeft meer dan die ene identiteit die de media ervan schetst. Ja, hoe waardevol die ook is als voorbeeld voor de rest van de gemeenschap. Dat is, ja, bij de media is dat inderdaad wel soms een probleem. Ja. Ik, zeker omdat ik professioneel er ook mee bezig ben, ben je niet altijd over jezelf laten gaan, maar over, over het onderwerp. Ja. Want ik heb het wel vaak over het onderwerp in de media. En toch draait het dan om van, ja, maar Sophie, hoe is dat voor jou dan? Van, nee, het gaat niet om mij. Het gaat om de hele trans community, om het recht van ons allemaal. Ik denk niet dat je er ooit helemaal gaat komen of zo. Als in dat het gewoon een proces is waarin jij heel erg blijft groeien en dat je nooit echt je maximale iets kan bereiken of zo. Dat je zoiets hebt van, hé, nu ben ik op het punt waarop ik tot de totale ideale zelfacceptatie ben gekomen. Maar ik denk wel dat als ik er vaker bij stilsta of zo, dat je wel een soort van proces merkt en ziet van, oh kijk, dit is iets waar ik me een paar maanden geleden ontzettend druk over maakte en waarvan ik nu echt zoiets heb van, oh, dat mag iedereen vinden. Dus het is gewoon een soort ongoing process waar je af en toe bij stil mag staan en ook jezelf wel voor mag prijzen of zo, denk ik.
Ja, ik zou willen zeggen dat ik helemaal mezelf zou kunnen zijn. De normen die zijn, ik spreek gewoon even voor mezelf, mijn hele leven al om me heen. Ik ben erin opgegroeid. Ik kan ze niet van me afschudden. Ze hebben me dus voor een groot deel ook gevormd in weerwil van mijn identiteit. Dus ja, ik weet niet eens hoe ik zou zijn, hoe ik mijzelf zou zijn als die normen er niet zouden zijn. En ik zou het heel graag willen weten, want het zou waarschijnlijk prachtig zijn. En je wilt het je voor kunnen stellen, maar doordat ik ben opgegroeid in deze samenleving als transvrouw, hè, in een cisgender normatieve samenleving, weet ik niet hoe ik, hè, want in een niet cisgender samenleving zou je niet zomaar trans kunnen zijn, want iedereen kan een eigen genderidentiteit ontdekken en ontplooien en uiten op wat voor manier dan ook. Dus wat is trans dan nog eigenlijk? Maar goed, dat maakt je wel, dat zou van mij een andere persoon hebben gemaakt. Maar toch, ik vraag het me wel af en probeer op momenten dat ik denk van ja, zou ik niet, als ik mezelf ben, niet nog uitbundiger zijn of nog ook non-binairder zijn of zo, zou dat zijn. En als ik nou kijk naar de jongere generatie, waar de normen onderling anders zijn, dan zie je ook gewoon meer jongeren die non-binair zijn. En mijn ontwikkeling was anders. En dan sta ik er wel eens bij stil van hoe zou dat voor mij zijn en kan ik dat non-binair zijn terwijl ik mezelf zo als transvrouw heb ontwikkeld eigenlijk. Mee eens, herkenbaar. En ik denk dat de huidige generatie, de jongeren, zich waarschijnlijk ook niet realiseert wat een stap het was om het same-sex huwelijk, dat er kwam. Dat is nu een gegeven en het is heel normaal. Maar het was destijds, ja, klinkt bijna opa verteld, maar ja, het was man, vrouw en het idee dat daar iets anders tussen was en dat ook nog zou kunnen trouwen, dat idee dat heeft best wel tijd nodig gehad. En toen het eenmaal, ja, het same-sex huwelijk er was, het was zo'n opluchting, zo van ja, ik heb altijd, ik heb zelf niet per se de behoefte gehad om te trouwen, maar ik heb werkelijk nooit begrepen uit mezelf waarom het huwelijk alleen maar voor een man-vrouw combinatie zou zijn. Als je zou willen trouwen, wat maakt dat uit? En inderdaad, wat je zegt, nu alle genderdiversiteit die tegenwoordig geaccepteerd is, ja, ik geniet daarvan. Het begint te ontwikkelen en dat vind ik heel goed. Ja. Maar ja. Het grappige is dat ik dus ook weer een nieuwe generatie aan het opvoeden ben. Ja. Het moeilijk voor te stellen is hoe de wereld voor mijn kind gaat zijn als die opgroeit, maar in elk geval heel, heel, heel anders dan mijn wereld. En toch moet ik er als ouder, sta ik daar als ouder, queer cultuur te mainstreamen via mijn kind. Dat is niet, daarvoor heb ik geen kind gekregen hoor, maar het is wel wat er gebeurt. Ik weet dat de andere neefjes, nichtjes, ook wel eens zoiets hebben van, hey, kunnen twee vrouwen trouwen? Nou ja, dat er zijn kinderen die nog wel zo opgroeien. Dus de verschillen zijn wel groot. Maar elke queer family of familie waar queer kinderen in zichzelf mogen zijn, denk van ja, dat brengt ons een stapje dichterbij bij een queer cultuur. Ik vind het heel belangrijk dat het een het ander niet uitsluit. Want ik zie mensen dus roepen, Pride was a riot en zo. En andere mensen zeggen weer, we mogen het ook vieren. Je mag ook jezelf vieren, de acceptatie en hoe ver we tot nu toe zijn gekomen. En ik denk dat het vooral heel erg is. Het een sluit het ander niet uit. Je mag best op de boot staan en het vieren. En je mag best naar gezellige technofeesten gaan. Maar realiseer je inderdaad anderzijds ook dat het niet altijd zo is geweest, dat niet vanzelfsprekend is. Ja, dat hoort er allemaal bij, want we zijn complete mensen. We hoeven niet alleen maar lief te zijn, maar voor elkaar natuurlijk als community zou dat mooi zijn. Maar ook binnen de community valt ook nog zoveel te bereiken.
Pride. Ze zal een protest blijven zolang de cis-heteronormatieve samenleving ons op allerlei manieren kan onderdrukken en rechten af kan nemen, wat je ook in andere landen ziet. Maar Pride is ook een viering van misschien self-love, van dat we er zijn, we het overleefd hebben, hebben bepaalde moeilijke periodes in je leven. Of als ik een Pride, ik ga weer naar baby's toe, sorry. Als ik een Pride parade zie met ouders achter een kinderwagen en dan een protestbord erop, een leuk bord met een leuke meme of tekst of zoiets. Ik denk van ja, dat weet je, het elkaars hart vervullen met liefde. Ik wil ook met een kinderwagen over zo'n Pride parade lopen, zodra dat kan. Ik vind het voorbeeld wat je noemt heel mooi, zo'n kinderwagen. Want voor de queer community is dat iets wat veel bijzonderder is dan voor de hetero. Wat er allemaal aan vooraf kan zijn gegaan om achter de kinderwagen te lopen, dat is ook iets wat bij die Pride hoort, van die zichtbaarheid van ogenschijnlijk gewone dingen die lang niet voor iedereen even gewoon en normaal en makkelijk zijn. Maar je mag ze wel vieren dat het kan. Of laten zien dat het kan. Ja, ook gewoon voor onszelf claimen. Ja. Niet dat iets, dat als ik achter een kinderwagen loop, dat ik dan een beetje hetero vrouw zit te spelen of zo. Nee, ik ben die transgender mama met haar kind achter de kinderwagen. Yes. Ja. En dat is van mij, dat is niet iets wat ik van anderen, van de hetero cis community overneem. En moet het ook gewoon onze eigen manier hebben van ouderschap, van liefde, van wonen in een Phoenix-wijk en dat soort dingen. Ja. Ja, op heel veel verschillende manieren. Kijk, de community, we zijn als queer mensen niet uniform. Dus er zijn zoveel manieren om LBTIQIA, zeg ik zelf verkeerd, sorry, daarvoor, politiek het leven beter te maken. En dat kan ten eerste door alle heteronormatieve wetgeving te vervangen door, ik noem maar queer wetgeving, dus gewoon gooi het open over als je het hebt over ouderschap, erkenning en dergelijke en meer ouderschap. En, maar ook gewoon dat je als vrienden van elkaar kan erven en dat soort dingen. Maar ook als je kijkt naar wetgeving rond sekswerkers, er zijn heel veel transgender sekswerkers, maar ook queer sekswerkers wiens leven nu hartstikke moeilijk wordt gemaakt doordat er gewoon geen fatsoenlijke wetgeving is die sekswerk decriminaliseert. Dus dat kan onze eigen partij ook nog een stapje extra inzetten, zou ik zeggen. Ja, ik denk vooral kijken naar van wat kunnen de meest kwetsbare mensen binnen de queer community wettelijk gebruiken en daar moet op ingezet worden. Het heel lang zijn queer mensen ook gewoon professioneel uitgesloten in elkaar kunnen helpen. Dus dat is allerlei, je doet het als vrienden, als vrijwilligers, maar we moeten het als professionals elkaar kunnen helpen. En dat betekent ook queer mensen in de politiek, queer mensen in het bestuur, queer mensen in de uitvoering. Ja. Ook misschien meer preventief handelen in plaats van achteraf dingen kunnen constateren. Zoals we kunnen achteraf wel zeggen van, oh, er zijn veel meer zelfmoorden onder LHBTI-jeugd. Ja, oké, maar zet dat dan ook daadwerkelijk om in beleid. Waarom hebben zij dit gedaan? En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? En zorgen dat zij wel een omgeving hebben waarin zij worden gesteund, zodanig dat ze zichzelf kunnen accepteren en met zichzelf kunnen leven en geen andere uitweg kunnen vinden. Dus ik denk dat we heel erg veel stappen kunnen maken in gewoon simpelweg luisteren naar deze mensen en in plaats van telkens achteraf dingen moeten bekijken en dan pas kunnen handelen. Allerliefst had ik gezien dat we een politiek leider, minister-president hadden gehad die heel actief uitstraalt, ik ben queer. Want meer voorbeeld en meer belang krijg je niet dan als het daar in de top
Want we hebben verschillende ministers gehad en nog steeds, die ook queer zijn. Maar als we een minister-president hebben, ik denk dat ik dat heel graag nog kiezen. Of dat onze aanstaande koningin dat zou zijn. Ja, maar zo'n voorbeeld geeft voor de hele maatschappij, maar het heeft ook zo'n effect op hoe je politiek verder inricht als je er niet meer omheen kan. Al hoop ik natuurlijk dat het Koningshuis tegen die tijd niet meer is. Ja, sorry. Nee, zolang het bestaat, geef ik toe. Als het moet, dan... Als we een koningin hebben, dan eerst nog even een drag queen en dan... Ja. Wat net eigenlijk al vaker is benoemd, gewoon praat met die mensen en niet over ze. Want anders ga je ook niet horen welke verhalen zij hebben te vertellen en wat hun struggles zijn. Ja, en zoek ook gewoon het ongemak, je eigen ongemak, als hetero cis persoon die iets te zeggen heeft in dit land. Over seksualiteit en gender en seksdiversiteit, zoek dat gewoon op, zou ik zeggen. Anders verandert er ook niks. Hè. We zijn er niet om, we bestaan niet om de hetero cis mensen in deze samenleving het gemakkelijk te maken. We bestaan om gewoon onszelf te kunnen zijn. En daarvoor is heel veel nodig nog, omdat we vanuit een cultuur komen waarin zoals ik eerder al zei, gewoon uitgewist werden. Ik denk dat er ooit een tijd was waarin er meer diversiteit was. Maar die tijd, er is iets overheen gekomen in een grote deel van de wereld, kolonialisme en christendom. Maar ook hier heeft dat gewoon onze cultuur verarmd. En het is tijd om de cultuur te verrijken. En dat, naar mijn mening kan dat alleen maar door dat ongemak er te laten zijn. En van daaruit je te laten verrijken door die queer voices, die queer stemmen. Ja, het is ook... Het is normaal. We zijn normaal. En dat zou misschien nog extra aandacht verdienen. We zijn allemaal anders, maar we zijn wel allemaal normaal. Dat wordt... Ja. Wat is normaal ook? Wat is dan normaal? Maar goed, wij dus ook. En dat is het. We worden vaak juist als bijzonder, als abnormaal, als uitzondering, als rariteit benaderd. En anders, maar normaal. We zijn anders, maar normaal. En dat, ja. Ja. En misschien zijn we ook eigenlijk helemaal niet anders. Iedereen is anders. Ja. Ja. Maar dat niet het benadrukken dat we die uitzondering zijn en die marginale groep. Nee, we zijn er. Nee. Ja. En inderdaad door met elkaar te praten, door, ga je dat ervaren, ga je dat leren. Ja. Mm-hmm. Neem de tijd en ook voor acceptatie. Hoop ik, denk ik, dat ik gewoon daarin blijf groeien. En dat wat ik net zei, dat je nooit echt op je maximale bent, dat gewoon iets is wat constant moet kunnen blijven veranderen en zo. Dus dat ik hopelijk over 5 jaar nog verder daarmee ben en dingen voor mezelf heb uitgepuzzeld en mijn identiteiten meer kan omarmen of zo. Wat ik stiekem ergens hoop, is dat ik over 5 jaar kan zeggen, Erwin, hoewel je het misschien niet actief hebt opgezocht, je bent toch een voorbeeld gebleken voor de biculturele queer community. Ja, ik zou misschien beginnen met, Sofie gaat echt beter slapen. De baby wordt ooit een peuter, een kleuter. En je staat dan verfrister op en gaat dan nog mooiere dingen doen. Dus hou vol. Hou vol, je hoeft niet elke dag te strijden. Er is altijd weer een volgende dag.